Tegen een man uit Marknesse is voor poging tot doodslag op een agent in Laren 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte werd zondag 8 december bij café Het Bonte Paard in Laren neergeschoten door de politie. Onze verslaggever Marjan van Ens die volgt de rechtszaak tegen de Marknessenaar vandaag bij de rechtbank in Lelystad. Marjan, goedemiddag. Goedemiddag. De behandeling van de rechtszaak heeft de hele ochtend in beslag genomen. Wat komt eruit naar voren? Ik bedoel, wat is er gebeurd die avond op 8 december? Is dat duidelijk geworden? Ja, dat is zeker duidelijk geworden. De man uit Marknesse, 19 jaar, was samen met onder meer zijn broertje en zijn vader op de ijsbaan in Laren. En daar werd veel drank genuttigd. De verdachte zelf heeft het over 17 biertjes en 3 shotjes die hij die avond sowieso op de ijsbaan heeft gehad. Daarna gingen ze naar het tegenovergelegen café Het Bonte Paard. Maar de eigenaar van dat café, dat was al op de hoogte gesteld dat er een gezelschap aankwam wat heel vervelend was en wat eigenlijk al veel te veel drank had gehad. Dus, zo was de waarschuwing, geef dit gezelschap niet nog meer drank. Nou, de café-eigenaar die zei inderdaad, ik schenk niet meer aan jullie. En daarop werd de 19-jarige man uit Marknesse heel erg agressief. Hij gaf eerst een klap aan de barman en toen het opstootje echt uit de hand begon te lopen, toen arriveerde de politie. En toen heeft de agressie van de 19-jarige man uit Marknesse zich gekeerd tegen een van de politiemannen. Hij heeft die politieman geslagen. Hij heeft hem geschopt en hij heeft hem meerdere keren daarbij geraakt aan het hoofd en in het gezicht. Bovendien heeft hij hem van achteren bij de keel gepakt. En de agent vreesde echt voor zijn leven, zo zei hij tijdens de rechtszaak. En daarom heeft de agent zich genoodzaakt gezien om de Marknessenaar uit te schakelen door hem in zijn schouder te schieten. Nou, volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Marknesse bewust het risico genomen dat de agent aan die verwondingen zou overlijden. En daarom zeggen ze, achten wij hem schuldig aan poging tot doodslag op de agent. Maar wat zegt de verdachte zelf over deze zaak en over wat er allemaal gebeurd is of gebeurd zou zijn die avond? Nou, hij zegt, ik weet dat wij met het gezin naar de ijsbaan gingen. Maar verder weet ik van die avond heel weinig nog af. Hij wijt dat onder meer aan het vele drankgebruik. Maar zegt hij, ik ben natuurlijk zelf ook in mijn schouder geschoten die avond. En daar ben ik ook aan geopereerd. Ik heb een narcose gehad. Ik had veel pijn, veel bloed verloren. Ik heb morfine gehad. Dus ik ben een heel stuk van de avond gewoon kwijt. Dat spijt me enorm, want ik had graag verteld wat er volgens mij precies gebeurd was. Maar dat kan ik eenvoudigweg niet. Wel heeft hij ontzettend veel spijt van datgene wat er gebeurd is. Hij zegt, ik zie nu op videobeelden wat er is gebeurd. Ik schaam me er diep voor. En ik wil heel graag persoonlijk contact met de agent die ik dus belaagd heb. Want ik wil hem mijn excuus aanbieden. Maar daar heeft de agent in kwestie helemaal geen behoefte aan. Is er in de eis nog iets terug te vinden van dat er geweld tegen een agent is gebruikt? Ja, dat is wel degelijk. Want de officier van justitie zei juist hulpverleners. En dat is tegenwoordig natuurlijk ook vaak aan de orde. Geweld tegen hulpverleners, dat wordt tegenwoordig echt zwaar gewogen. Want juist hulpverleners, de mensen die ons openbare orde moeten handhaven, die ons moeten beschermen bij opstootjes. Juist geweld tegen hulpverleners reken ik de verdachte zwaar aan. Hij had moeten zien dat deze man er was, deze agent, daar doelt ze dan op, om de Marknessenaar juist te helpen om de situatie weer in rustige vaarwater te brengen en om het opstootje juist tot bedaren te brengen. En juist het geweld tegen zo'n agent, dat wordt hem dan ook zwaar aangerekend door het Openbaar Ministerie. Ja, hoe zwaar de rechter dat gaat wegen, dat is nog afwachten. In ieder geval zegt het Openbaar Ministerie, dit was een poging tot doodslag en daar moet een straf op komen te staan van 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Of de rechter daarin meegaat, dat zal blijken, want de uitspraak is over 2 weken. Verslaggever Marjan van Ens, dankjewel.